Jij was echt in shock, hè? Dat jij zo lang op date wilde. Ja. Fietsen naar de Soesterberg, volgens Sven. Als Sven gaat navigeren, joh. Kijk, daar is hij hoor, de ster van de vlog. Ja, dit is handig. Zo ben je onherkenbaar in beeld. Hi allemaal, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Hallo allemaal. Oh, de lens beslaat gelijk. We zijn in Burgers Zoo. En Sven en Olivia zijn net naar de waterval gelopen. En ze komen nu door de bush weer aangelopen. Oh, wel een mooi effect met de beslagen lens. Wij hebben een lunch. Ik heb een broodje makreel, is het volgens mij, met een sausje erbij. Sven heeft een burger met frietjes. En we hebben voor Olivia eigenlijk van alles wat. Gewoon een broodje en een kroketje. Daar smeer ik een beetje de middelste van op het broodje. En we hebben een knijpfruitje voor haar. In het zonnetje met een warme chocolademelk. Olivia is hier over de grond aan het kruipen. Lekker blaadjes aan het eten. Eindelijk slaapt mevrouw. En wij zitten lekker op een bankje. Sven heeft een chocomel. We hebben uitzicht op een olifant. En ik had een hazelnootlatte. Lekker zo hoor. Even ons middagdutje. Nostalgisch hier, hè? Nostalgisch. Ja, dat is wel leuk om te zeggen. Wij zijn hier dus ook heen geweest tijdens onze allereerste lange date. Ja, best wel. Jij was echt in shock, hè? Dat jij zo lang op date wilde. Ja. Ja, we kenden elkaar nog helemaal niet zo lang. En toen wilde hij echt een dag weg. Ik vind het altijd wel een ding. En heb je er spijt van? Nee. Eigenlijk wel, hè? Ook wel een leuk verhaal. Ik wilde toen, zat ik heel erg te twijfelen natuurlijk over wat ik aan zou doen. En een van mijn keuzes was een kort leren broekje met een panty eronder. Dat was destijds helemaal hip. En later, of diezelfde date nog, ik denk diezelfde date. Zou kunnen. Ik weet dat jij echt zei, nou dat vind ik er dus echt niet uitzien. Toen dacht ik al. Ik ben zo blij dat ik dat niet aan had. Als jij het aan had gehad, dan had ik het echt leuk. Ja, ja, tuurlijk. Hé, hey, er komt nog een olifant. Maar toen waren we op eerste date en nu zijn we er gewoon met baby. Bizar. Leuk. Heel bizar. Olivia is wakker, dus we zijn naar de vissen gegaan. En nu kijken we naar de vissen. Zo mooi, hè, Olivia. Ik heb nog even hard gelopen op aandringen van Sven, wat heel fijn was. En nu hebben wij sushi. Hier zijn er 8 van, dat zouden er toch 4 zijn. Kijk, hè. Misschien heb je het niet meer besteld. Nee, denk ik niet. Maar prima. Prima. Wij hebben allemaal lekkere dingen. Sushi box. Oh, best wel lekker. Ja. Ik was bang dat ze wel, want het was een verrassingsbox. Dat het allemaal kaas en sushi zijn. Ja, dat dacht ik echt. Ja, maar ziet er lekker uit. En deze hebben we erbij. Dit zijn van die Crispy Abby. Die vindt Sven sowieso echt heel lekker. Loempiaatjes erbij, inktvisringen en mushrooms. Lekker. Eet smakelijk. Goedemorgen. Wij komen elke ochtend en altijd langs deze glijbaan. En het meisje wil altijd op de glijbaan. En af en toe staan we toe, maar nu is het letterlijk nou, 8:30. Hoe laat is het? Ja. En dat ding is nog hartstikke nat en het is hartstikke koud en we willen broodjes halen. Dus nu mag ze niet glijden. Maar gelukkig hebben we nog niet een peuter die dat
door heeft. Dus ze vindt het prima of we nou gaan glijden of niet. Eigenlijk alles is altijd prima. Maar goed. Het plan vandaag is dat we naar een subtropisch zwemparadijs gaan. In Deventer hebben ik heb er gewoon in gegoogeld van waar is het in de buurt. En dat was in Deventer. En fun fact, ik ben daar ooit met een van mijn allereerste vriendjes geweest. Die woonde in Deventer en ik was toen 16 of zo en ik had hem op vakantie leren kennen. En ik ben toen volgens mij één keer bij hem geweest in Deventer en toen zijn we naar dat zwembad geweest. Maar ik weet er dus echt niks meer van af, van dat hele zwembad niet. Maar ik vond het wel grappig dat je daar dan nu weer terecht komt. Maar daar gaan we dus heen met Olivia, want we vinden dat zwemmen wel echt heel leuk. En we dachten, ja, weet je, dan is het wel leuk om meer baby dingen te hebben en meer glijbanen. Dus dat gaan we kijken. Waarschijnlijk kan ik daar niet echt filmen, maar dat zien jullie allemaal wel. We hebben hier een pierenbadje met zand erin en Olivia vindt het helemaal geweldig. Dus de zand van het zandbakje. Ja, mooi hè? Correcties is het op aan het eten. Ik wou zeggen in het zwembadje aan het doen, maar ze is het op aan het eten. Oh oh. Ze heeft net even een hele leuke glijbaan gedaan hè? Zeker. Mama vond het minder leuk. Ja, hij ging veel te hard. Goedemorgen. Het is zaterdagochtend. 9:10, zoiets, ja. Ik heb gisteren helemaal niet meer gefilmd, maar we hebben zo'n leuke dag gehad. En zo genoten in het zwembad. We waren dus in de Schech, in Deventer. En dat die zandbak in het pierenbadje vond Olivia helemaal geweldig. Maar ze is ook met ons mee geweest van de grotere glijbanen. En ja, ik ben daar altijd een beetje huiverig voor. Maar Sven die doet het gewoon. En Olivia vindt het eigenlijk ook wel, wel hartstikke leuk. Alleen één vond ze net iets te heftig. En dan zit ze echt zo... maar ze gaat niet huilen op zich. Ze vindt het ook wel weer... ja, wel weer toch op een manier leuk dan. Ik heb nu mijn make-up gedaan. Ik heb trouwens mijn haar, mijn föhnborstel niet mee. Ben ik vergeten deze vakantie. Dus ik kan mijn haar niet doen zoals ik het normaal doe. Dus ik heb het heel veel in een staart gehad. Of in een klein staartje. En ik ben gewoon gezegend met een hele grote bos haar die niet echt te temmen is. Nu is het al een beetje getemd. Maar anders dan... ja, is het dus gewoon lastig. Maar ik ben wel heel blij met mijn haar. Laten we dat voorop stellen. Olivia die slaapt gewoon nog steeds. Of nou ja, ik heb de camera van de babyfoon dus maar een beetje aangezet. Ik zie haar af en toe bewegen. Maar ze heeft nog geen kick gegeven. Terwijl ze om 7:30 op bed lag. Het is nu dus bijna 9:30. Dus ze heeft bijna 14 uur geslapen. Ze was kennelijk heel moe. Maar ze willen ook telkens overdag gewoon hier. Slaapt ze echt bijna niet. Max 3 kwartier. Dus ja, vind je het gek dat ze ondertussen heel erg moe is. Dus we laten haar maar gewoon lekker liggen. Kan ze een beetje de slaap inhalen. Maar ik was al om 7:20 wakker. Dus ik was er nu onderhand wel klaar mee. Ik had even een vlogje gekeken. En nu ben ik dus mijn sieraden aan het omdoen. En... ga ik lekker opstarten. Sven die ligt nog op bed. Die vindt het altijd wel heerlijk om lekker lang op bed te liggen. Vandaag willen we gaan fietsen. Als het een beetje mooi weer is. Maar volgens mij wordt het wel mooi weer. We hebben echt zo'n mazzel met het weer. Maar we willen waarschijnlijk naar de Holteberg gaan fietsen. Sven die heeft een elektrische fiets. Dus, en ik heb een niet elektrische fiets met het stuurtje, met het zitje voor Olivia erop. Maar als het dus wat te zwaar wordt, kan Sven ons gewoon duwen. Dus dat is echt perfect. En daarom is het redelijk makkelijk om met Olivia die berg op te fietsen, denk ik. Geen idee. We gaan het zien. Ik weet niet waar jij is. Zal er toch wel op kunnen fietsen? Vast wel. Maar dat is in ieder geval het plan. We gaan het meemaken.
inmiddels 8:55. Ik ben aangekleed. Ik heb deze leuke oorbellen gisteren gekocht in een winkeltje in Holte. Hoe leuk zijn ze? Ik ben er zo blij mee. Maar Olivia slaapt nog steeds. Of in ieder geval, ja, ik zie haar nu ook niet meer bewegen. We laten haar maar gewoon liggen. Ze heeft het kennelijk nodig. Maar we hebben ondertussen wel trek. Dus ik ga maar even naar de winkel fietsen. Naar het winkeltje hier op het park. Normaal wandelen we even met z'n drietjes heen. Maar dan ga ik maar even alleen. Nou, even over 9. Mijn vrouw is wakker hoor. Ze krijgt nu een fles. Als 's ochtends krijgt ze nog een fles. En 's avonds ook trouwens. Maar dat houden we er nog even lekker in. Vindt ze zo heerlijk. Wij ook. En wij ook. Maar ze is vrolijk, jongen. Vind je het gek? Oké, ontbijten. Ik heb een klein beetje kwark met banaan en granola. En ik ga nog een broodje nemen met Nutella. Oh, zo lekker vond ik dat. Pardon, ineens. En onze favoriete green stuff. Ik heb 2 staartjes gemaakt. Kijk nou, hoe schattig. En er was hier net een poes. Dus Olivia, die was op zoek naar de poes voor het raam. Wat ben je allemaal aan het zeggen, papa, mama? Ze zegt al wel duidelijk papa, maar nog niet mama. En ai. Papa en ai, zegt ze. Toch? Mevrouw mag loszitten. En nu zit ze dus elke keer zo in de kinderwagen. Nou, daar gaan we hoor. Fietsen naar de Soesterberg, volgens Sven. Holtenerberg. 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 Het is kanonnen warm. Ja, het is heel warm. Heb jij de navigatione? Ja. Ik heb de 2 staartjes. Dan kunnen we gaan. Yes. Als Sven gaat navigeren, joh. Dat gaat echt nooit goed. We zijn maar gewisseld van fiets. En we zijn afgestapt. Google Maps heeft toch een ander concept van fietspaden dan wij dat gewend zijn, hoor. Maar het is wel echt mooi hier. Maar we komen hier echt door mulzand en overrood en weet ik veel wat allemaal. Maar we gaan ervoor. Maar wel leuk, hè? Even wat drinken. We moesten natuurlijk nog even gedag zeggen tegen de diertjes voordat we naar huis konden. Ze heeft ook alweer in de draaimolen gezeten. Het kleine koetje hebben we ook alweer gezien. Kijk, daar is hij hoor, de ster van de vlog. Hi. Oh, hij is zo lief. Ah. Hallo. Hi, koetje. Oh, dit is zo schattig. Hij komt letterlijk tot mijn knie. Oh, je bent zo'n schatje. Zo, we gaan nu een pannenkoek eten in Holte. En al het speelgoed, inclusief mijn sleutel, ligt al op de grond. Ik heb een lekker wijntje en een glas water. Sven heeft een cola zero. En we gaan out of the box pannenkoek eten. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik krijg een beetje kippenvel bij het gedachte, maar ja. Wat heb jij voor pannenkoek? Ik heb eentje met spek, prei, kaas en champignons. Dat is voor mij echt heel bizar. Ik heb er eentje met geitenkaas, peer, walnoten en rucola. Heel lijkt het je lekker? Nee. Nou, het ziet er wel lekker uit. Daar zijn ze. Als je niet zou zeggen dat het een pannenkoek is, zou je het niet geloven.
Nee, het lijkt naar een pizza, hè? Ja. En Olivia heeft trouwens een kinderpannenkoek met jam. Dit meisje vindt pannenkoek heel lekker. Mmm, lekker, lieverd. Nom, 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 nom. Goedemorgen. Het is zondagochtend. En alles is leeg. Opgeruimd. Wij gaan richting huis. Het ziet er weer keurig uit, al zeg ik het zelf. Hier ook alles schoon. Ja, prima. Wij gaan een dagje eerder weg dan dat we eigenlijk hadden geboekt. Eventjes op slot. Je hebt nu zeg maar zo'n app en dan kan je gewoon je deur open doen. Echt ideaal, maar je moet wel elke keer je app opzoeken om de deur op slot te doen. Ja, je hoeft toch niet de deur op slot te doen? Nou, ik vind het niet zo fijn als die de hele tijd open blijft. Zo, we zitten in de auto, we zijn onderweg. Maar ik werd gisteravond in één keer heel verkouden en keelpijn. En ik was echt niet lekker. En ik dacht echt van, misschien ben ik morgen wel ziek. Maar het valt heel erg mee. Ik ben lekker in de sauna geweest, er een beetje uitgezweten. En nu heb ik nog een beetje een verstopte neus, maar het valt op zich heel erg mee. We hebben natuurlijk voor de zekerheid een coronatest gedaan, maar die was negatief. Dus prima. Nu zitten we in de auto op weg naar Sven's ouders. Daar gaan we even heen op de terugweg. En ik heb een witte bol met hummus en gegrilde groenten. En Sven heeft een broodje gezond met kip. En Olivia die is lekker dierenfilmpjes aan het kijken. Ik vind mezelf er wel een beetje slecht uitzien, maar dat kan ook... Dat lijkt ook soms alleen op het beeldschermpje zo. Dus misschien dat het meevalt. Maar goed, we moeten nog 49 minuten. En dan zijn we bij Sven's ouders. En dan gaan we daar gezellig heen. En verder zien we wel wat de zondag wordt. Dan gaan we weer naar Mauki. Die heb ik altijd wel... Heb je Mauki gemist? Aha. Ja, ja. Sven mist Mauki nooit zo. Ik wel. Olivia ook, denk ik. Olivia, heb jij Mauki gemist? Want ze zit heel erg in de filmpjes. Wij zijn weer thuis ondertussen. Het is bijna 4:30. Ik heb helemaal niet meer gefilmd. Ik ben echt niet lekker. Ik kan niet precies aangeven wat er is. Ik ben een beetje misselijk. Ik heb een beetje hoofdpijn. Mijn stem is niet helemaal oké. Ja, Popje. Olivia is helemaal blij dat ze weer bij Popje is. Is dat Rosa? Ja. En Mauki is er natuurlijk ook weer. Ja. Ben jij goed verzorgd? Ja, hè. De beste verzorging gehad. Dat is papa met de fiets. Baasje met de fiets. Ja, papa met de fiets. Kijk nou. Helemaal blij. Ja, dit is handig. Zo ben je onherkenbaar in beeld. Fijn. Hey. Zag je papa 2 minuten niet? Heb je mij gemist? Lieverd, ik kan je zeggen, ik zal je nooit meer belachelijk maken om je Spencer. Kijk nou wat Sven heeft. Wat is dat? Het is een kool. Ook echt alleen een kool? Ja. Maar waarom zit ook dat flapje eraan dan? Ja, omdat het dan zo kan. Dan is het echt verder kool. Je moet nu niet dit filmen, lieverd. Je moet de finishing product filmen. Nee, dit vind ik ook heel leuk. Oh, er zit echt een lang flapje aan achter. Maar kijk. Prachtig. Zo. Als je dat dan goed onder een shirt doet. Ja, geweldig. Dat is toch lekker? Ja. Maar weet je wat het is? Ik heb elk jaar nieuwe truien nodig, maar ik wil eigenlijk alleen een kool. Oké. Okay. Het is nou, zoveel warm. Heb je dan bij deze? Ben je er blij mee? Echt, ja, ik ben hier super. Ja, maar echt, je kunt niet voorstellen hoe blij ik hiermee ben. Mauki was ook lekker een minuut buiten. Ja. Maar Mauki dacht, oh, ik ga even met een liedje knuffelen. Ja. Nee, ik ben hier nog echt heel blij mee. Je kunt het grapjes over maken. Maar... Ja, nou, dat is fijn. Wat zit hier in je? Boeken. 1000 of zo? 5 of zo, 6. Nou, tot zo, hè. Tot zo. Goedemorgen. Het is maandagochtend. Ik werd al om 8:30 naar bed gestuurd, of eerder nog. Ik denk rond 8:30 of zo, toch?
wij in bed lagen of jij in bed lag? Dat wij in bed lagen, ja. 8 uur. 8 uur lagen we in bed. Ik ben denk ik om even over 9 of zo gaan slapen. Want toen kon ik niet slapen. En toen denk ik rond 10:15 zoiets in slaap gevallen. En om 6:30 wakker geworden. En ik voel me eigenlijk best wel oké. Ik heb nog een beetje snot en ik heb nog een beetje slijm. Maar ik voel me echt beter dan gisteren. Dus fingers crossed dat het herstelt. Zoals je hoorde is Olivia nu aan het kuchen. En ze was vannacht ook een beetje onrustig. Dus ik hoop niet dat zij het van me over heeft genomen. Maar ja, we zien het allemaal wel. Wat wilde ik nog zeggen? Oh ja, komende week heb ik hele leuke dingen. Ik weet alleen niet hoeveel ik jullie kan meenemen. Op dinsdag heb ik een expertcursus de eerste dag over emotie eten. Heel erg tof. Ik had die basiscursus al gedaan. En ik vond het gewoon heel leuk om ook de expertcursus te doen. Om nog meer te leren. Ik vind dat je jezelf altijd kan bijscholen. Dus daarvan heb ik de eerste dag dinsdag, morgen dus. En donderdag heb ik een soort van, ja, noem het een symposium, noem het een, nou, het wordt echt super tof. En dan slaap ik met 2 andere meiden die ook ondernemer zijn in een hotel van donderdag op vrijdag. En dat wordt gewoon, ja, dat wordt heel leuk. Mama gaat jou wel missen. Dus, ja. Ja, mama heeft al een ontbijtje, maar papa gaat nu ook voor jou pakken. Je krijgt ook een kwarkje. Vind je dat lekker? Ja. Olivia begint steeds meer praatjes te hebben. Zo leuk. Maar goed. Ik hoop dus dat ik jullie een klein beetje kan meenemen. Dat zien jullie vanzelf wel. Ik heb ook nog een intake voor mijn 1-op-1 traject deze week. Dus echt weer een hele leuke week. Ik zou zeggen dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie onze vakantievlogs leuk vonden. En heel graag tot de... Maar ik ben ook heel blij dat we er weer zijn. Tot de volgende keer. Doei.